Welkom bij Marcus 10, vers 41 in dit geval. Een kort vers met een voorgeschiedenis, want Jacobus en Johannes, de beide broers, hebben Jezus min of meer apart genomen en hebben gevraagd of hij hun de ereplaatsen wil geven in zijn koninkrijk. Jezus vraagt hun dan, kunnen jullie mijn beker drinken? Verwijzing naar zijn lijden. Kunnen jullie met de doop, mijn doop gedoopt worden? Ook een verwijzing naar het lijden. En dan zeggen ze, ja, dat kunnen we. En dat zullen ze dan ook, volgens de woorden van Jezus. Een bijzondere wending in het gesprek. Maar God de Vader beslist over wie er op de ereplaatsen komt zitten. En dan schrijft Marcus nog een klein stukje erachteraan. Marcus 10, vers 41. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jacobus en Johannes. Er zijn wel commentaren die zeggen, het toont aan dat de overige 10 er niet bij zijn geweest. Dus buiten hun gehoor het zich afgespeeld heeft. Maar anderen zeggen, denken daar anders over. Dat ze het letterlijk horen. Het is niet helemaal zeker. Maar het onderwerp van het gesprek, van die twee met Jezus, en de strekking van dat gesprek, dat is kennelijk voor de overige 10 helemaal klip en klaar. Wie is er de grootste in Gods koninkrijk? Wie mag de belangrijkste plaatsen innemen? En dan schrijft Marcus, ze werden woedend op de beide broers, op Jacobus en Johannes. Het werkwoord dat hij gebruikt hij ook om de gemoedstoestand van Jezus mee te beschrijven. Een tijdje eerder, wanneer de leerlingen proberen om moeders met kinderen tegen te houden, die bij Jezus gebracht worden om gezegend te worden. Daar wordt hetzelfde werkwoord gebruikt om de gemoedstoestand van Jezus mee te beschrijven, die daar dus aanzienlijk ontstemd over was, en opwinding over had en zich er boos over voelde. En nu die 10. Erg boos. Waarover boos? Nou, niet over het onverstand van de broers die nog, na zoveel woorden van Jezus, nog steeds niet begrepen hebben hoe dat zit met de grootste en de kleinste, met de belangrijkste en de minste. Zo van, nou, dat zou je nou toch eigenlijk wel moeten weten. Misschien is dat onze reactie wel. Hoe komen de lui erbij om dat te vragen? Dat is toch helemaal in strijd met wat Jezus zelf doet en is. Maar wij zijn 2000 jaar later. Je mag van ons verwachten dat we in elk geval op intellectueel niveau snappen wat Jezus zegt. Nee, even terug. De woede van de 10 overigen is over het voordringen. Zo simpel is het gewoon. Die twee hebben zich voorgedrongen bij Jezus. Ik kan me voorstellen dat het bij Petrus zo werkte. Die was tenslotte een van de 3 die nauwst betrokken waren bij Jezus. Waarom is hij er niet aan gevraagd? Ja, er zijn maar 2 plaatsen. Ja, hallo. Nou, lekker. Maar ook bij de rest. Wat denken die lui wel? Wat denken die 2 wel? Die zonen van de donder. Wat denken ze wel? Dat ze beter zijn dan wij? Zouden wij er niet even goed kunnen zitten? Op die zetels? Op de zetels van macht en van oordeel en van zegen? Nou, vast wel. De meeste commentaren zijn het daar wel over eens. De 10 zijn boos omdat ze dezelfde motieven hebben als de 2. Ze zijn geen haar beter. Ze hebben dezelfde drang om de eerste te wezen. De belangrijkste, de machtigste. Ze zien een belangrijke positie voor hun neus weggekaapt. Nou. Zou je denken. Maar ja, zijn wij zoveel beter, denk ik dan. We hebben heel wat crisissen in de kerkgeschiedenis meegemaakt en crisissen in plaatselijke gemeenten, in mijn leven al meegemaakt. Zoveel kerkelijke conflicten die soms verstopt werden in een prachtige theologie. Indrukwekkend, maar ondertussen speelde er heel wat anders. Of verstopt zat in een briljante strategie die niet door anderen gedeeld werd, maar soms zat er heel wat anders. Soms kunnen we er o zo gruwelijk vroom over doen en zelfs teksten citeren naar de lopende band, terwijl het er in wezen om gaat, wie piest het hoogste boogje? Daar gaat het om. Misschien vind je dat wel oneerbiedig in een uitleg over de Bijbel. Ik vind het gedrag oneerbiedig. Jezus die prent het ons in, hij pepert het ons in. Dat zo'n gedrag oneerbiedig is ten opzichte van hem en zijn dienst. En het werk wat hij wil doen. Machtsgriep, dat is een raar woord. Een virus, een machtsvirus heeft ons in de greep. En zo nu en dan zijn we er goed ziek van. En maken anderen ook nog ziek. Na 2000 jaar beter weten, zeg ik dan maar even weer. Ja, na zo vaak van Jezus dit gehoord te hebben, na zo vaak dit van Jezus ook gezien te hebben, zijn woorden te kennen.
En het is dus een waarschuwing. Let op wat je denkt. Blijf op een gezonde manier argwanend over je motieven. Daar doe ik mijn best voor. Waarom wil ik toch zo graag naar het podium? Omdat ik daar floreer volgens enkele naasten van mij die me goed kennen. Dat is ook zo. Ik vind dat echt helemaal geweldig. Maar is dat mijn motief? Nee, dat kan mijn motief niet zijn. Ik mag er alleen maar naartoe draven op het moment dat ze me willen horen. En op het moment dat ik wat over Jezus mag zeggen. Wat goeds over Jezus mag zeggen. Kijk naar je motieven. Wees er argwanend over op een gezonde manier. Want dienen is een ware kunst, maar ook een zware kunst. Daarvoor moet je tegen jezelf inploeteren. En dat kun je het beste als je zo dicht mogelijk bij Jezus blijft. En voortdurend om zijn wijsheid en om zijn voorbeeld vraagt. En daar voortdurend van leert. Zo dicht mogelijk bij hem. Dan kom je een eind in de buurt van de navolging die hij graag wil. En het dienen dat hij demonstreert. Tot zover eerst maar. Dus deze geschiedenis is nog niet voorbij. Maar misschien heb je gelegenheid om dat ook te bezien. En anders, even goede vrienden, God zegen toegewenst.